Kijkers en luisteraars, een vaarte goedenavond. Welkom bij SBS Reports van vrijdag 19 juni, de binnenlandse berichten. Het bestuur van de BEP heeft intussen zijn zegen gegeven om de coalitie te helpen vormen. Dit bevestigt voorzitter Celsius Waterberg van de BEP tegenover Star News. Nu moet er nog groen licht komen van de algemene ledenvergadering. Waterberg zegt dat nog geen datum is geprikt voor het houden van de ledenvergadering. Er wordt nog gekeken naar mogelijkheden en de locatie. Afgevaardigden van alle districten moeten op deze vergadering aanwezig zijn. Wij denken tussen zaterdag en woensdag de algemene ledenvergadering te houden, deelt Waterberg mee. Vrijdagavond komen de leiders van V7 in vergadering bijeen. Dit bevestigt coördinator tevens VHP-voorzitter Chan Santoki tegenover Star News. Aan de orde zullen komen onder andere de laatste politieke ontwikkelingen. De BEP zal uit V7 moeten treden, nu de partij zich opmaakt om de coalitie te ondersteunen. Daarnaast hebben Raymond Sapoen en Deepak Kumar Chitten besloten een aparte fractie te vormen in de Nationale Assemblée. Ook zij ondersteunen de coalitie. Intussen hebben VHP, NPS, BEP, Partij Luhur en Raymond Sapoen informatiegesprekken gevoerd met de NDP-top. Alle partijen hebben tijdens het onderhoud hun steun toegezegd voor het kiezen van de president en vicepresident in de Nationale Assemblée. De informatieperiode is achter de rug. NDP-voorzitter, president Desi Bouterse, start met de formatie van de nieuwe regering. De Kennedy Stichting heeft een nieuwe bus van 30 personen gekregen van BL Harbour International en Hotel Courtyard bij Marriott Paramaribo. De overdracht vond donderdag plaats. De Kennedy Stichting had dringend behoefte aan een nieuwe bus voor het vervoeren van haar pupillen, aangezien de instelling slechts over een kleine bus beschikte. Deze bus wordt meermalen per dag ingezet om de pupillen naar diverse locaties te vervoeren, zoals educatieve dagtochten, zwemlessen, tekenlessen, sportactiviteiten en medische behandeling. In sommige gevallen moest bij bepaalde activiteiten een bus ingehuurd worden. Het huren van een bus is financieel niet haalbaar, omdat het in sommige gevallen meerdere malen per dag zou moeten gebeuren. Voor de zwemlessen werd er bijvoorbeeld 3 keer uitgereden. De pupillen kunnen nu in hun vrije tijd zoveel mogelijk deelnemen aan verschillende sportactiviteiten en wij brengen hen diverse vaardigheden bij ter stimulering van hun ontwikkeling. Op 18 april werd er een gala-diner georganiseerd in samenwerking met Hotel Courtyard Marriott. Het bedrijfsleven heeft bij deze activiteit geld en goederen gedoneerd voor de veiling. Aangezien het een zeer geslaagde activiteit was, mocht de Kennedy Stichting de nieuwe bus in ontvangst nemen. Minister Alice Amafo van Sociale Zaken is niet duidelijk over de financiële problemen bij het kindertehuis Nos Casita. De instelling heeft zich eerder deze maand beklaagd erover het uitblijven van subsidiegeld voor het tweede halfjaar van 2014 en het eerste halfjaar van 2015. Dit ondanks de stukken voor de subsidieaanvraag al zijn ingediend. Amafo wist gisteren tegenover journalisten niet concreet aan te geven of er al een oplossing is in deze kwestie. Amafo bleef ondanks herhaaldelijke vragen eromheen draaien. Vervolgens zegt zij dat de afgelopen tijd te weinig is belicht hoeveel kindertehuizen haar ministerie in Suriname dient. U moet weten, het zijn er ongeveer 55. We moeten bij onszelf te raden gaan wat het probleem is, waarom telkens 1 of 2 kindertehuizen in de media zijn, al zou het ministerie haar werk niet naar behoren doen. Hoe staat met die andere 55? Op de vragen of het tehuis in financiële problemen verkeert en hoe kinderen dan voeding en drank krijgen, heeft zij ook geen duidelijk antwoord gegeven. Zij volstaat met: maakt u zich daarover niet druk.
We hebben onze apparaten die alles begeleiden. Alles is in place. Maakt u zich niet druk om de kinderen. Als er op de juiste manier wordt gecommuniceerd, dan gebeurt alles op de juiste manier. Kijkers en luisteraars, tot zover de binnenlandse berichten.